Als iedereen zijn plaatje wil gaan opzoeken, dan kunnen we gaan beginnen. Op de plaatsen. Dat is een beetje militair uitgedrukt. Zit. Als iedereen een stoel wil gaan zoeken, dan kunnen wij gaan beginnen, want het is tijd. De hoogste tijd. Dat wordt dan weer gezongen aan het einde. Ja. Ook de laatste binnenkomers, een hartelijke welkom. En dat geldt uiteraard voor jullie allemaal. En er zijn er hier die hier voor het eerst zijn. In het bijzonder. En die een verre reis hebben ondernomen. Bijvoorbeeld, misschien nog, vergeet ik wel, op plaatsen, ik weet het niet. Maar goed elkaar hier weer te mogen treffen. En toen ik gisteren even bezig was met het voorbereiden van de liederen, en toen keek ik uit het raam, en toen regende het pijpenstelen. En toen dacht ik van, zullen we beginnen met er komen stromen van regen? Dat had heel toepasselijk geweest, ja. Maar wij gaan beginnen met het zingen van een ander lied, en dat is een lied wat hier in deze setting erg geliefd is. In ieder geval voor mij, en ik weet van wat van jullie, zal dat hetzelfde zijn. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. En wat verder volgt? André, volgens mij ken jij hem nog wel. Ja. Ja. De binnenkomers, van harte welkom. Goedemorgen.
Ik stel voor dat we deze samenkomst zullen opdragen aan onze hemelse Vader. Trouwe God en Vader, wil u heel hartelijk danken dat we met zo'n opgewekt lied deze samenkomst kunnen aanvangen en met reden. Want hoe donker het ook in de wereld mag zijn en hoezeer het ook waar is dat alles wankelt en dat alles bezwijkt en dat we sowieso in een vergankelijke wereld leven waar zoveel moeite en leed is, dat we tegelijkertijd die geweldige, onovertroffen wetenschap mogen hebben en waaruit we mogen leven en waarop we kunnen staan, namelijk dat uw woord altijd de eeuwen door stand houdt en onvergankelijk is. En dat dat ook het licht is op ons pad en een licht dat schijnt in een donkere plaats. Heer, danken u dat we zo'n geweldig woord mogen hebben, een goed bericht mogen kennen en uit mogen dragen en dat we mogen zingen en spreken van een God die leeft, die de schepper is van deze hele wereld, bij wie nooit iets misgaat en die de hele wereld, elke creatuur op zijn tijd en wijze daar gaat brengen waar hij het hebben wil. U bent de redder van alle mensen. Speciaal van ons die nu al mogen geloven. Heer, en dat is een wonder boven wonder. Een buitengewoon groot voorrecht. En het is hier onze bede ook dat we dat naar waarde gaan schatten. We danken u, Vader, dat we de schriften mogen openen en dat we daardoor ook verrijkt mogen worden en verlicht, bekrachtigd, dat het ons geeft wat we nodig hebben. Geef dat we zo een heerlijk samen zijn mogen beleven rondom uw woord. We danken u ook voor de gelegenheid om hier samen te komen, dat we dat in alle rust en vrijheid kunnen doen. De gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een hart onder de riem te steken en te wijzen naar de richting waar we allemaal naar op weg zijn. Namelijk vooruit naar die geweldig stralende toekomst die u hebt beloofd. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus, onze Heer. Amen. Voordat we de schriften gaan openen, stel ik voor dat we nog dit lied zingen. Heer, ik kom tot u horend naar uw woord. Vernieuw mijn denken nu en zuiver mijn hart. Ik wil jullie vanmorgen, beste vrienden, graag eens meenemen naar een geweldig mooi
een buitengewoon treffend bijbelgedeelte, namelijk Romeinen 8. En het is, het hoofdstuk staat ook wel bekend als een van de hoogtepunten in het hele oeuvre dat Paulus ons heeft nagelaten. Een geweldige triomf klinkt daarin door. En de frase, de zin die u hier achter mij ziet geprojecteerd, is aan dat hoofdstuk ook ontleend. En ik zal u ook vertellen wat de directe aanleiding was. Op een toevallig, wat heet, was het zo dat ik al, was het vorige week, kreeg ik deze vraag ook direct. En deze week opnieuw kreeg ik een mail van iemand en die zei van, ja, ik vind dat toch een ingewikkeld onderwerp. Gebed of bidden voor. Hij zegt, ja, ik heb ik ken de geweldige boodschap van God, die een geweldig plan heeft, die alles uitwerkt. En ik dank hem voor alles wat hij geeft. En ik weet dat zijn weg de beste is. Maar ik loop heel vaak aan tegen die vraag van, wat moeten wij nou eigenlijk nog bidden? En dat is, hij zegt, ik loop er eerlijk gezegd een beetje in vast. En ik moet zeggen, ik begrijp dat heel goed. Sterker nog, de apostel Paulus, die over deze dingen ook geschreven heeft, die begrijpt dat ook maar al te goed. En we zullen dat straks ook zien. Ik begin een aantal versen eerder. We beginnen trouwens niet bij Romeinen 8 vers 1. Maar dan zullen we ook zien hoe de apostel Paulus een geweldig antwoord geeft op deze, laat ik het maar noemen, onbeholpenheid. Wat moeten we nou eigenlijk bidden? Want ja, het is één ding om te weten dat zijn weg de beste is. Maar als je nou de vraag stelt van, je hebt zo dikwijls wensen, je vragen. Maar dan dringt het zo vaak aan je op van, ja, ik kan nu wel, wat mijn wens is wel bekend. Dat is duidelijk. Maar is dat ook wat God wil? En die vraag, ja, dan tasten we zo dikwijls in het duister. Ik stel voor dat we beginnen bij vers 22 te lezen. En het is altijd lastig om dan aan te haken, want dat blijkt meteen al uit het eerste woord van vers 22, want er staat er, want wij weten, dat woordje want, dat is regelgevend, dus dat betekent dat het uiteraard een antwoord is op de vraag van waarom eigenlijk, dat de hele schepping aan de vergankelijkheid is onderworpen. Want dat is namelijk wat in de voorgaande versen gezegd was. Hè? De wereld, de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Als u het woordje ijdelheid hoort, dan zou het me niet verbazen dat je dan direct denkt aan een heel bijbelboek, namelijk het boek Prediker, dat daarover gaat. Dat alles is ijdelheid. En die cirkelgang. Uiteindelijk, alles in deze schepping is vergankelijk en je komt uiteindelijk weer terug bij af. Wat ben je nou eigenlijk opgesloten? Dat is misschien een wat cynische benadering, maar dat is ook wat we vaststellen. En de hele schepping is aan de ijdelheid onderworpen. En dan staat er nog bij trouwens, dat is niet vrijwillig. Dat wil zeggen, de schepping heeft daar niet zelf voor gekozen. Uiteraard, zou je haar zeggen. Nee, maar het is met opzet. Er staat er maar om hem, uiteraard met een hoofdletter, die haar, de schepping, daaraan onderworpen heeft. De schepping is dus aan de ijdelheid onderworpen en dat heeft een doel. En er staat er ook trouwens bij dat het in hopen is. Dat wil zeggen, God doet dat met een bepaalde opzet. En alleen als je het doel ervan kent, dan begrijp je ook waarom hij het zo doet. En thans, in vers 20 zegt hij dan, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. En wat hij daar in feite ook mee bedoelt, is wat je in vers 21 ook leest, dat eigenlijk de hele schepping is vergankelijk en zelfs in de slavernij van de vergankelijkheid. Een mens kan zich, welke creatuur dan ook, kan zich wel proberen te ontworstelen aan die vergankelijkheid. Maar ja, dan kom je toch
van koude kermis thuis. Dat gaat je niet lukken. Daar zit je aan die hele... Die ijdelheid, die vergankelijkheid. Alles vergaat. Ik bedoel, het is haast een open deur intrappen natuurlijk. Want dat is nu juist wat deze hele schepping kenmerkt. Het is per definitie vergankelijk. En daar zit het ook aan vast. Maar staat erbij, het is in verwachting, want de schepping zal bevrijd worden van deze slavernij van de vergankelijkheid. Nou, en in dat verband zegt Paulus dan, wij weten, we constateren, dat is trouwens helemaal op zich niet uniek, hè, dat de hele schepping in al haar delen, dat wil zeggen in al haar aspecten, waar je op kijkt, zucht. Dat zuchten is trouwens niet zomaar zuchten. Dat is de metafoor die hier wordt geïntroduceerd. Het zucht van een zwangere vrouw, of eigenlijk een vrouw die, zoals hier staat, in barensnood is. Dus die op het punt staat een kind voort te brengen. Waarin eigenlijk twee elementen dus in meekomen. En de ene kant is dat de pijn en de moeite, het zuchten. Het is altijd een beetje moeilijk om als man daarover te praten natuurlijk. Hè. Maar goed, ook dat is, wij weten het wel. Hè. Maar weten en beseffen en ervaringsdeskundigen zijn is weer wat anders, dat weet ik. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, dat de pijn en de moeite van de hele schepping, die aan de vergankelijkheid en de ijdelheid is onderworpen, met alle de moeite die er daarbij komen, want het is maar niet alleen maar een objectief gegeven van, nou ja, we zien dat alles weer vergaat en dat alles vergankelijk is. Nee, maar het brengt ook pijn met zich mee. En we hadden juist vooraf aan deze samenkomst hadden we nog een heel gesprek daarover. Hè? Hoe pijn je kunt lijden, ik bedoel, dat is de hele schepping geldt dat, is aan dat proces onderhevig. Maar ook wij zelf, en dat zullen we zien. Maar wat ik er eigenlijk nog even bij wilde zeggen, het is een zuchten, is niet alleen maar negatief in de zin van de moeite en de pijn. Ja, maar het is met het oog op namelijk nieuw leven dat voortgebracht gaat worden. En dus is het toch allemaal in het kader, het frame van de blijde verwachting. En dat is ook, als je die verwachting hebt, dat is ook precies dat wat motiveert en kracht geeft om die dingen ook te ondergaan. In barensnood. En dat bepaalt ons bij een nog ander gegeven. En dat is wat juist in de Romeinenbrief nogal sterk naar voren komt. Dat is dat God is inderdaad de schepper. Is mannelijk is hij. De schepping is vrouwelijk. En vervult de functie. De rol van een moeder die in blijde verwachting is. God heeft de vergelijking gaat eigenlijk in veel opzichten door. God heeft nieuw leven door opstanding verwekt in de schepping. En dat is het zaad ook van de wedergeboorte. De metafoor gaat eigenlijk in heel veel opzichten zo door. Maar het is nu even niet de tijd om daar dat zo specifiek eruit te lichten. Maar het gaat erom, de schepping vervult de rol van een moeder, of eigenlijk een aanstaande moeder, die in barensnood is. En dan zegt Paulus erbij, waar ik ik gaf zojuist al even een hint in die richting. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de eersteling van de geest hebben. Ik geef het trouwens nog maar eventjes bij aan. Dat wanneer u de tekst cursief ziet, dat het afwijkt van de NBG-tekst. Soms licht ik dat dan ook toe. Eerst in plaats even dit. Niet alleen zij, maar ook wij zelf. En dat is eigenlijk wel apart. Want Paulus feitelijk hier zegt, ja, de ganse schepping. En hij zegt, en ook wij zelf. Dat suggereert een beetje van, horen wij dan niet bij die schepping? En het antwoord daarop is, ja, in zekere zin wel. Dus ja en nee, dus feitelijk. Maar het punt is namelijk dat gelovigen, zij die de eersteling van de geest hebben, ik kom er straks nog even op terug, dat is een categorie
apart. Zij horen in zekere zin bij deze schepping. Ja, dat is in feite ook de meest zelfsprekende kant van de zaak. Want ja, wij zijn niet anders dan onze buurman en onze collega's. We zijn net zo, wij maken net zo deel uit voor het oog in de beleving als ieder ander van deze schepping. Dat is, wil zeggen, naar het lichaam. Het maakt er geen enkel verschil of je gelovige bent of een ongelovige. En dat geldt niet alleen maar als het gaat om de conditie van het lichaam, maar ook de dingen die we hier in deze wereld meemaken, van tegenslag en van moeite, maar ook de plezieren en alles wat bij de oude schepping hoort. Nou, in die zin, naar het lichaam horen wij bij de oude schepping, maar er is iets wezenlijks anders, want wij hebben al de eersteling van de geest ontvangen. En in die zin, namelijk in de spirituele, zo wilt, in de geestelijke zin voor het woord, maken we namelijk niet deel uit van de oude schepping, maar van de nieuwe schepping. In feite is dat de essentie ook van wie wij zijn. Wij zijn een nieuwe schepping in Christus. En dat is het meest wezenlijke ook. Nee, ik geef toe, het is niet hetgeen wat voor het oog is. En misschien ook niet onze beleving, maar wel zoals in feite is, zoals God ook rekent. Wij zijn, of je het nou ziet, of voelt, of beleeft, of niet, maar wij zijn, en met wij bedoel ik wij, die tot erkenning gekomen zijn van de Christus, de opgewekte uit de doden. Wij hebben de eersteling van de geest ja, ontvangen. Wij hebben dat. En hoezo de eersteling? Nou, in feite die nieuwe schepping die wordt gekenmerkt door geest. Dat wil zeggen door leven. Want geest en leven zijn synonieme begrippen. En we hebben het nieuwe leven ontvangen. Namelijk dat de dood achter zich heeft. Dat is dus overwinning leven. Dat is karakteristiek voor de nieuwe schepping. Wij kennen hem die de eersteling is uit de doden. En het leven dat hij aan het licht bracht, dat is nu reeds door geloof ons deel. Wij die de eersteling van de geest hebben. En Paulus zegt het dus, om het eventjes kort te sluiten, niet alleen zij, dat wil zeggen niet alleen de schepping in het algemeen, zucht in al haar delen, en is maar ook wij zelf. Wat dan? Nou, hij zegt, wij zuchten bij onszelf. In de verwachting van de zoonstelling. Van het zoonschap. Maar letterlijk staat er, dat we tot zoon zullen worden gesteld. Dat is dat moment. Dat is een begrip apart in de Bijbel. Maar een kind wordt geboren, maar een zoon wordt gesteld. Dat wil zeggen, op een bepaald moment komt er, in het Jodendom is bekend, de bar mitzwa. Dat je op een gegeven ogenblik tot zoon wordt gesteld, dan ben je verantwoordelijk, dan ben je ook in de conditie om erfenis te ontvangen. En we hebben de geest van de zoonstelling, dat stond in vers 15 al, we hebben de geest van de zoonstelling, maar de zoonstelling zelf, dat we zonen worden en dat we in de positie staan en in de conditie zijn om de erfenis, of zo wil, het losdeel, want dat is eigenlijk wat het is, dat het ons gaat toevallen, in die conditie zijn we nog steeds niet. En wat is dat? Nou, Paul zegt er ook bij, dat is de verlossing van ons lichaam. Dat betekent niet eigenlijk zozeer dat we van dit lichaam af zijn. Nee, dat betekent dat ons lichaam verlost zal worden. Dus van oud, nieuw zal worden. Van vergankelijk, onvergankelijk zal worden. Dus verlost zal worden, ook van de slavernij, van de vergankelijk. Een lichaam in een totaal nieuwe conditie. En ik zie sommige mensen al denken van, goh, dat kan niet vroeg genoeg gebeuren. Ja, dat is toch ook zo? Dat je denkt, juist als je erg geconfronteerd wordt met dat zuchten, hè, de moeite. Maar dat zuchten, hoe reëel het ook is, maar het is het zuchten van een zwangere vrouw. Namelijk, het is zuchten in verwachting. Wat zeg ik? In blijde verwachting. En
het moment gaat komen dat wij tot zonen gesteld worden. Ja, Paulus had daar in vers 19 al over gesproken. U ziet hoe lastig het is om zomaar aan te haken in zo'n gedeelte. Want alles hangt met alles samen. Maar kijk, als ons lichaam verlost wordt. Bij het moment, waar we het al eerder over gehad hebben. De vorige keer trouwens nog, van de wegdrukking. Dat ons lichaam, degene die op dat moment nog hier op aarde zijn, hun lichaam zal in één keer worden getransformeerd. En degene die ontslapen zijn, de gelovigen, die zullen worden opgewekt. Trouwens in de omgekeerde volgorde. Eerst zij en dan vervolgens. En samen zullen de Heer tegemoet gaan. Maar dat betekent dat is het moment dat alle gelovigen die de Heer vandaag nu uitroept, dat hun lichamen verlost zijn en op dat moment zijn ze tot zonen gesteld. En weet u, heel de schepping wacht op dat moment. En dat staat ook in hoofdstuk 8, dit is een hoofdstuk dus, een paar versen in vers 19, dat de ganse schepping die ziet rijkhalsend uit, eigenlijk met opgestoken hoofden. Ze weten eigenlijk niet eens wat ze verwacht, maar het wachten, of ze het nou weten of niet. Maar heel de schepping wacht op het moment dat de zonen Gods, hoe staat het er? Met rijkhalsen verlangen, wacht de schepping op de openbaring, zo staat het, op het openbaar worden, het onthullen van de zonen Gods. Want we gaan straks een geweldige functie krijgen. Van de week hadden we een heel gesprek over, dat ging het over de toekomst die ons wacht. Er werd gesproken in termen van dat we een harpie krijgen. En dat we in de straten rondlopen en zo. En toen dacht ik van, je moest weten. Nee, want dan begint eigenlijk, dat valt sommige mensen misschien tegen, maar dan begint ons eigenlijk echt taak pas. Want de hele schepping gaat ons ten deel vallen. En als erfenis, als lotsdeel, dat valt ons. En we zullen de schepping gaan regeren en brengen. De schepping zal bevrijd worden. God heeft een geweldig plan met de hele schepping. En daar is een select gezelschap van zonen. Zij die vandaag worden uitgeroepen. En zij worden geroepen om deel uit te maken van dat gezelschap. Dat heerschappij zal hebben. Die de voortrekkersrol gaat innemen in deze schepping. Israël hier op aarde, wij in de hemel, etc. Hoe dan ook. Wat Paulus zegt, wij zuchten bij onszelf, jawel, maar het is wel in verwachting, namelijk van de zoonstelling. En dat is de verlossing van ons lichaam. En zegt hij erbij, in die hoop werden wij gered. Vind ik wel apart, want feitelijk wordt hier gezegd, in die hoop, dat spreekt van toekomst, werden wij gered. Dat is verleden. Ja, maar onze redding is een feit. Maar het is in verwachting. Dat wil zeggen, we hebben de geest ontvangen. We hebben het woord ontvangen. We rekenen al zo. God rekent zo. Maar het neemt niet weg. Het is allemaal nog hoop. En daarmee bedoel ik ook een zeker, maar niet zo van een onzekere hoop. Nee, het is een iets waar we naar uitzien en absoluut zeker, een zekere verwachting. In die hoop werden wij gered. Dus als je hem mag kennen, ben je dan gered? Ja, in hoop. Hè? Ik weet, sommige mensen vatten dat dan weer anders op. Ik hoop maar. Nee, in verwachting. Maar we zien nog niks. Dat we wel wezen. Dat is gewoon de handicap ook, om het zulke dingen duidelijk te maken. Paulus zegt er ook bij, in die hoop, die verwachting werden wij gered. Ja, om even bij de metafoor van die zwangerschap te blijven. Ja, ook dat is zucht en moeite enzovoort. Ja, wel, maar het nieuwe leven is nog steeds verborgen. Zo hoort het ook.
En ja, dat heeft zo zijn conflicten. En dat is niet alleen bij een vrouw in baarmoeder, maar dat is voor de hele schepping. En ook voor ons. Ook wij zuchten. En wij hebben, maar we hebben hoop en verwachting. Maar, zegt Paulus erbij, hoop die gezien wordt, ja, dat is geen hoop natuurlijk. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Op het moment dat je het ziet, ja, dan is de hoop dus kennelijk al gerealiseerd. Maar per definitie heeft hoop altijd een verwachting te maken met dingen die nog gaan komen en die je dus per definitie nog niet ziet. Ja, maar dat is net als met dit plaatje. Ik had net over het nieuwe leven dat tot de geboorte verborgen is. Maar wat dacht u van het embleem van hoop bij uitstek? Het is een Bijbels embleem trouwens, de anker. Hebreeën 6. Maar een anker is ook zoiets wat vast en zeker is, maar het is per definitie verborgen. Als het haar functie uitoefent of haar rol vervult, ja, dan is het verborgen natuurlijk. Een schip dat in de deining is en door de golven gedreven, maar het schip is, uit het schip is het anker geworpen en dat ligt daar op de zeebodem. En dat geeft vastheid, te midden van al die woelige baren, et cetera, en de wind, de moeite. Ja, maar daar is die hoop. Maar een anker is ook per definitie verborgen. Dat is een prachtig embleem daarom ook van die hoop. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, wat dus nogal logisch is, maar het is zo vast, verwachten wij door verduren. Met andere woorden, niet met volharding verwachten wij het. Niet met verwachting. In de MBG-vertaling staat verwachten wij het met volharding. Maar dat staat verwachten wij door verduren. Er staat echt dit Griekse voorzet, zoals dia. En dat heeft ermee te maken dat wij hebben verwachting. Ja, maar we zien het. We zien die dingen nog niet. En ondertussen komt er zoveel op ons af. Maken we deel van deze schepping. Zuchten we, hebben we de moeite. En dus komt het erop aan om al die dingen te verduren. En hoe kun je verduren? Ja, nou alleen als je die hoop en die verwachting hebt. Dat geeft de kracht om en ook de motivatie. En de wetenschap, het dient ergens toe. Maakt verduren is per definitie, daar zit iets in van moeite die je ondervindt. Tegenslag, hè? Tegenslag verduur je. Ja, maar hoe kun je het verduren als je weet waar de focus op gericht is? Als je weet wat er gaat komen. En dat weten wij. God heeft gesproken, heeft zijn woord. En dat is dat anker er vast en zeker van. Nou, en dan komen we wel bij dat vers waar ik aan wil komen in arriveren, in 26, 27. En dan zegt Paulus dit. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Aha. Dus wij zuchten, maar ik zal u dit vertellen, wij zuchten niet alleen maar, er is ook nog iets van zwakte. Zwakte waarin wij zelf onbeholpen zijn. En als je onbeholpen bent, ja, wat heb je dan nodig? Heb je hulp nodig? Nou, dan staat hier, de geest komt onze zwakheid te hulp. En de vraag is dan, hoezo zwak? Kijk, dat zuchten, daar hadden we het al over. Dat zijn de moeiten die eigen zijn aan deze hele oude schepping. Maar wij hebben nog een zwakheid. En dat is precies ook het onderwerp eigenlijk, het thema van deze samenkomst. Namelijk, we zijn zwak vanwege onwetendheid. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat er. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn. Dus evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. De vraag is dan, hoezo zwakheid? Nou, zegt Paulus, wij weten niet wat wij bidden zullen, naar wat moet zijn. En dat maakt het ook nog eens een keer heel, maakt ons, behalve dat zuchten,
ook zwak. Dat is een dat onbeholpene, wat ik zojuist noemde en waar ik het ook over had in bij aanvang over het mailtje wat ik gekregen had, de vraag die heel vaak toch ja, naar voren komt, ja, wat moeten we eigenlijk bidden? Dat weten we niet. Kijk, aan de ene kant, nee, laat ik nog eerst, voordat ik daar nog op inga, nog iets anders zeggen. Wij hebben geen idee hoe de dingen, gewoon in het algemeen, in het grote geheel, maar ook in ons eigen kleine, privé, particuliere leventje, zeg maar, zullen en moeten gaan. Ik vind het trouwens apart, het zal u wellicht opgevallen zijn, dat het hier net even anders staat dan in de MBG-vertaling. Dus in de MBG-vertaling staat, wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar dat is niet, het idee is niet van, ja, dat onze zwakte is niet van dat we niet weten hoe het moet, hoe we moeten bidden of hoe we dat zouden behoren te doen. Nee, wij weten niet wat moet zijn. Voelt u het nuanceverschil? Het gaat niet om dat wij ons onbehoorlijk voelen als bidden. Nee, het punt is, we zijn zwak in ons gebed. Eigenlijk weten we eigenlijk, hoe kun je daar woorden aan geven? Ik moet zeggen, en ik weet zeker dat ik als jullie de vrijmoedigheid zouden hebben om mij bij te vallen, dat ik heel veel bijval zou krijgen. Het is zo moeilijk vaak om te bidden. Als het gaat over de dingen die moeten zijn. Kijk, wij hebben onze wensen. Die zijn vaak niet moeilijk. In de omstandigheden waarin je verkeert. In verband met je ja, met relaties, of met de kinderen, of met je werk, of gezondheid. Nou, noem maar op. En dan heb ik het alleen nog maar over, zeg maar, dat microbestaan. Maar ook het grotere geheel. Dat ging in die mail trouwens, waar ik het aan het begin over had. Ook over, ja, gewoon het wereldgebeuren. Iemand, zeg maar, ja, mijn dochter die zit in Israël. En die dient daar, moet daar in het leger dienen. Wat moet je dan bidden? Kijk, nogmaals. Onze wensen zijn dikwijls wel, die zijn we onszelf wel bekend. En weet u wat ik nou erg mooi vind? Paulus zegt ook in Filippenzen 4, waar ik hier ook naar verwijs, dat in alles onze wensen bij hem bekend mogen maken. Niet in de zin van dat hij niet daarvan op de hoogte is, niet om hem te informeren, maar gewoon om ons hart te luchten. En al je wensen. Er staat geen enkele beperking, maar al je wensen bekend. Wat je ook wenst, maakt gewoon bij hem bekend. En er staat er nog bij, met dankzegging. Niet omdat God per definitie onze wensen vervult, maar omdat zijn weg altijd de beste is. Maar dan passeer je eigenlijk een andere vraag, en dat is, wat moet je nou bidden als het gaat om die omstandigheden, naar wat moet zijn, dat weten we niet. Dat weten we echt niet. En dat maakt het heel erg moeizaam. Dat is aan ons vorige en dat maakt ook dat we ons zo onbeholpen voelen als het gaat om bidden. Ja, en dan is de vraag van, ja, waarom zou je eigenlijk nog bidden? Vind je misschien een beetje vreemd. Nou, rust in je hart. Ja, rust in het hart. Maar dat is juist ook die rust in het hart, Leni, wat jij nu noemt. Dat is niet zozeer dat je weet wat moet zijn. Maar dat is omdat je weet. Nou ja, dat is, ik loop nou even voor de fanfare uit. Maar omdat je weet dat Gods weg altijd de beste is. En dan heb je rust. Maar je weet niet wat je binnen moet. Je weet wat je wensen zijn. Maar moet je daarom vragen? Dat is moeilijk. En daar loop je tegenaan. En dan, zoals mij toen gezegd werd van de week.
daar loop ik in vast eigenlijk. En die onbeholpenheid is niet ongewoon. Het hoort erbij. Het levert wel een andere een conclusie eigenlijk op. Van we weten het niet. Ja, wat moet je dan maar doen? Nou, dan denk ik. En dat antwoord was toen die schrijver eigenlijk dat al aangegeven. Je kan wel altijd loven. En dan danken. Dat kun je altijd. En bidden. Ja, waar kun je voor bidden? Paulus bad ooit tot 3 keer toe zelfs. Voor die doorn, ongeacht wat dat geweest is, de doorn voor het vlees. Hè? Dat de Heer, die boodschapper van Satan, die met vuisten sloeg. Nou ja, en hij heeft tot 3 keer toe gebeden, Heer, dat dat van hem mocht worden weggenomen. En toen zegt de Heer, dat lijkt dan heel vroom, maar hij bad iets naar wat niet moest wezen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Zijn wens was bekend. En dat, maar hij bad om iets waarvan de Heer zegt, nee, mijn genade is jou genoeg. En als ik vind dat dit nodig is, dan kun jij menen het beter te weten. En dan kun je nog veel meer keren bidden. Maar verander bidden nou maar gewoon in danken. Hoezo danken? Nou, dat wat jij bidt, dat wordt overtroffen door wat ik bij machten ben te doen. En mijn weg is veel beter dan wat jij zelfs maar zou kunnen vermoeden. En die wetenschap dat God zoveel groter is, ja, dat geeft rust. Dus ja, wij weten niet wat wij bidden zullen naar wat moet zijn. En nou komen we bij het tweede gedeelte van dit vers 26. En dat is een vers wat in mijn beleving, ik wil het graag aantonen, altijd verkeerd gelezen wordt. Er staat, maar de geest zelf, laat ik het eerst even lezen. Zoals de NBG, de staat er eigenlijk alle vertalingen geven dan zo weer. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik heb dat altijd zo vreemd gevonden. De geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Heeft die geest dan ook die verzuchtingen? En hoezo onuitsprekelijk? Weet je, dat, dus, ik wil het nou niet al te technisch maken. Maar ik heb hierin, en het tussen haakjes, tussen vier haakjes, hè, want synchrome staat dat er niet. Er staat een naamval, maar dat de MBG-vertaling heeft dat, zoals de meeste vertalingen, geven dat in met de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan is het idee dat de geest zelf verzucht en wel op een onuitsprekelijke wijze. Maar dat is juist niet de gedachte. Dat woordje, het is een naam, het kan namelijk ook worden weergegeven met in of zelfs met door. Eigenlijk, maar en dan krijg je een heel andere gedachte. Het idee is niet de geest pleit dat de geest onuitsprekelijk verzucht. Het gaat erom dat de geest zelf pleit voor ons in onze onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar dat is heel anders. Dus niet de geest verzucht onuitsprekelijk. Nee, die onuitsprekelijke verzuchtingen liggen aan onze kant. Maar in die verzuchtingen, waar wij eigenlijk geen woorden kunnen geven, is het de geest die pleit. En dat is logisch. Waar of niet? Nou, dan moet ik aan zeggen natuurlijk. Hè. Kijk, wij zijn zwak. Wij zijn zwak. Waarom? Want we weten niet wat we willen zullen. Maar de geest komt ons te hulp. Maar dat kan alleen maar als wij zwak zijn omdat we niet weten. En de geest komt ons te hulp en die weet het ook niet. Ja, daar schiet je er niks mee op. Nee, die geest in onze zwakheid komt de geest ons te hulp. Omdat wat wij niet weten, weet hij wel. En ons zuchten vindt geen woorden. Nee, want wij weten niet wat we bidden zullen. Maar de geest zelf, die is die ook
die verzucht die onuitsprekelijk. Nee, godzijdank niet. Die spreekt. Die pleit. En pleiten wil toch echt zeggen. En ik heb het niet over dat het kwijt is. Maar dat de geest pleit betekent dat hij spreekt. Ja, zoals een advocaat pleit. Hè, die voert een betoog. Of die spreekt overtuigend. Dat is pleiten. En dat is wat die geest doet. En die in onze onbeholpenheid en in ons zuchten waarin wij geen woorden vinden, is de geest die spreekt, ons overtuigt en ons te hulp komt om in dat wat wij niet kunnen en niet weten bij te staan. Zie je dat je dan een heel andere betekenis krijgt. Dan begrijp je ook waarom de geest inderdaad ons daadwerkelijk in onze zwakheid te hulp komt. Dus niet omdat de geest niet uit zou spreken. Die spreekt juist wel uit. Die pleit namelijk. In feite, het loutere feit dat de geest pleit, geeft al aan dat die onuitsprekelijke niet van de kant van de geest vandaan komt. En wij verzuchten, en de geest is het daarentegen die ons daarin te hulp komt. Ik lees verder. En hij die de harten doorzoekt, God zelf natuurlijk, weet de gezindheid van de geest. Dat deze namelijk in overeenstemming met God voor heiligen pleit. Dat is Paulus' zin. Maar laat ik eerst even iets duidelijk maken. Als hier staat de gezindheid van de geest, dat slaat terug op wat Paulus eerder in dit hoofdstuk had gezegd, in vers 6, namelijk de gezindheid van de geest, exact dezelfde terminologie die dan gebruikt wordt. De gezindheid van de geest, waardoor wordt die gekenmerkt? Door leven en door vrede. Rust dus, hè? Ja. De geest, en dan kun je denken aan de geest die God, de geest waarmee Christus ooit uit de doden werd opgewekt. Dat is trouwens ook Romeinen 8 vers 9 en 10. Kijk het maar eens naar, want ik geef niet iedere keer de tekstwijzing erbij. Maar het is allemaal de hele lopende betoog. De geest die Christus uit de doden opwekt. Wel, die geest hebben wij ontvangen. En die wordt gekenmerkt door leven. Geest is leven. Namelijk leven dat sterker is dan de dood. En de dood ook achter zich heeft. Maar ook vrede. Daarom, uiteraard. Want dat is, ja, dat is de geest van de nieuwe schepping. Die onvergankelijk is. Wel, het heeft dus eigenlijk allemaal te maken met dat wat God spreekt. En ja, dat spreken van God, ja, dat is pleiten van de geest. Het is trouwens niet, het wordt ook wel zo opgevat, dat de geest bidt. Nee, de geest pleit. Dat wil zeggen, de geest spreekt. Hoe? Nou, gewoon door het woord. En dat komt onze hulp. En dat pleit. Inderdaad, dat geeft dat over. Dat pleit niet, want zo wordt dan ook, als je eenmaal op het foute toer zit, dan begrijp je eigenlijk helemaal niet meer. Dan denken ze van, ja, God, de geest pleit bij God, alsof het een advocaat is die God moet overtuigen. Nee, het gaat er niet om dat God overtuigd moet worden. Wij zouden de overtuigende kracht van het woord ervaren. Het overtuigt ons. En daarom is dat pleiten van de geest niks anders dan het spreken van de woorden Gods. En dat komt ons te hulp. En daardoor leren wij ook zien wie we zijn. En hoe de vork aan de steel zit. En dat geeft ons die zekerheid en dat leven. En vrede. Ja. De gezindheid van de geest. En die pleit voor heiligen. Dat wil zeggen, het pleit voor ons. Het overtuigt ons. Wij weten nu. Haha, hoe weten wij nu? Ja. Wij weten niet wat we bidden zullen. Naar wat moet zijn. Dat weten we niet. Daarom tasten we in het duister. Dat is die onbeholpenheid. Nee, maar wij weten wel iets anders. Hoe komt het dat wij weten? Dat komt omdat God gesproken heeft.
daardoor, dat is niet dus op basis van gevoel. Wij voelen niet. Het is ook niet onze ervaring. Het zijn ook niet andere mensen die ons dat wijs maken of op de mouw spelden. Nee, het is het spreken van God zelf. Zijn woord. Daardoor hebben wij vastheid zoals een anker dat geeft. En hebben wij vastheid zoals een rots dat geeft. Ja, daar kun je op staan en kun je op bouwen. Wij weten. Niet vanwege gevoel, maar eigenlijk ondanks ons gevoel. Zelfs juist terwijl al onze zintuigen andere dingen zeg maar ons toeroepen. Hè, en hoe, dat is trouwens ook het einde van Romeinen 8. We zullen straks ook over zingen. Van moeite en tegenslag. En wat is het? Vijandschap. En overheden en machten. En honger en benauwdheid. Al die omstandigheden. Nou. Eigenlijk, die roepen ons, dat zijn allemaal van die, ik hou van die metaforen, dat weet u wellicht, dat zijn allemaal van die minnen. Maar wij weten dat het geen minnen zijn. Waarom? Omdat God ze om gaat vormen tot plussen. Het zijn plussen, wij zien minnen, maar het zijn plussen die nog niet af zijn. En dat kan je alleen maar zeggen als je hoop en verwachting hebt. En dan reken je dus op voorhand al met wat we straks zullen zien. En dat is de kracht van hoop. Dat je nu al beleeft wat je nog niet ziet, wat je nog niet voelt, maar wat God gesproken heeft en waar je op vertrouwt. En dan heb je nu al het rendement en ook de vreugde en de vrede. Terwijl het straks pas daadwerkelijk, concreet, zintuigelijk zal ik maar zeggen, gaat beleven. Ja, dat is geloof. Dat is vertrouwen. Maar het is ook hoop. Namelijk verwachting. Wij weten nu. Ja, dus dit staat tegenover wat wij niet weten. Namelijk wat we zullen bidden. Dat God alle dingen doet medewerken ten goede. U kent deze zin. Ja, maar zijn wij ons werkelijk ervan bewust van de enorme power van deze wetenschap. We weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En kijk, als je met dat bidden, dan weten we niet wat we naar wat moet zijn. Ja, maar er is daar een geest die in onze zwakheid te hulp komt. En die weet wel, die spreekt. En wat hij spreekt is, God doet alles, al die omstandigheden waarin wij verkeren en die wij dikwijls als minnen ervaren. En juist dat geeft ons zuchten natuurlijk ook. Ja, maar hij doet al die minnen meewerken. Ten goede. Dus we ervaren en we beleven, we zien, we voelen kwaad, moeite, verdriet, tegenslag, minnen. Ja, maar het is God die ons verzekert, alles keert hij om ten goede. Ja, voor hen die God liefhebben. En dat is geen beperking. In het algemeen doet God dat. Maar zij die God liefhebben, die weten dit. Daarom heb je God ook lief, hè? Je hebt God lief, waarom? Want je weet, ja, hij maakt alles goed. Hij maakt alles wel. Dat vertrouwen heb ik, dat is geloof. Die hoop heb ik. Hij heeft het verzekerd. Ja. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Prachtige zin natuurlijk. Ja. Als je God mag liefhebben en je kent zijn woord, en dan ben je geroepenen. Kijk, een geroepene, dat is, ik denk dat ik wel zo misverstaan word. Mensen denken van, ja, God doet nu zijn woord uitgaan en iedereen die het hoort, dat is een geroepene. Nee, niet iedereen die het hoort is geroepene. Iedereen die wordt aangesproken in het hart, dat is een geroepene. En God heeft een plan
een voornemen. Hè? Zijn voornemen. En in zijn voornemen is heel de schepping, all inclusive, betrokken. Hè? De ganse schepping zucht maar in hopen. Dat is een paar verder. Dus de ganse schepping. Ja, maar er zijn in die schepping is er een gezelschap van zonen. Dat wordt uitgeroepen. Ecclesia betekent uitgeroepen. Ja, en dat zijn zij die in hun hart worden aangesproken. Er staat in de Korinthebrief, in 1 Korinthe 1, dat Paulus zegt, wij prediken Christus gekruisigd voor Joden. Wij prediken Christus gekruisigd. Voor Joden een valstrik, voor natie een waarheid. Voor hen echter die geroepenen zijn, voor Joden zowel als voor Grieken, is hij de kracht Gods en de wijsheid Gods. Geroepenen, dat zijn dus zij die overtuigd zijn en die zich weten aangesproken te zijn door hem. Dat zijn geroepen. En dat is als je een schepsel bent, dan ben je sowieso, dan mag je verwachting hebben. Ja, maar die geroepenen is een hele categorie, want ik lees even verder. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En nu komen we eigenlijk weer terug waar ik al eerder op wees, namelijk dat God vandaag zich een gezelschap verzamelt van zonen die allemaal de positie delen met Christus. Om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn zoon. Daar is Christus, zoon van God, en er is een gezelschap dat tevoren bestemd is. Hier ons woordje predestinatie, predestination, dus voorbestemming, is hiervan afgeleid. Hè? Voorbestemming. God bestemt voor. Ik weet dat voor sommige mensen het begrip voorbestemming en uitverkiezing een koude rillingen, zeg maar, de rug opleveren. Maar dat komt omdat je niet weet dat Gods plan alomvattend is. Maar in dat plan van God zijn er speciaal mensen, om wat te noemen, heel sprekend voorbeeld. God gaat alle geslachten van de aardbodem zegenen, maar hij had Abraham uitverkoren, uitgekozen, voorbestemd om dat via hem en zijn zaad heel de wereld te zegenen. Ziet u? Dus aan de ene kant, hij wil de hele wereld zegenen. Daartoe is de hele wereld voorbestemd. Ja, maar de kanalen waardoor die zegen stroomt, dat zijn die zonen. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. Opdat hij, de zoon, de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En dit is dus precies waar de gedachte. Aan de ene kant heb je dus de gedachte van de metafoor, die heel dikwijls door Paulus gebruikt wordt, van het hoofd en het lichaam. Het lichaam deelt de positie van het hoofd, dus een onverbrekelijke eenheid. En hier wordt het beeld gebruikt van, daar is de zoon. En een heel gezelschap dat zijn positie deelt. Hè, tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon. En opdat hij, de zoon, de eerstgeboren zou zijn onder vele broederen. Dus het zijn allemaal zonen Gods. Jawel, maar hij is onder hen de eerste. Zoals hij in het lichaam het hoofd is. Dus hoezeer wij ook zijn positie delen, hij is de eerste. De eerstgeborene, het hoofd. Of welke beeldje daar ook voor zou willen gebruiken. Wij delen in zijn positie als zoon. En daar is God vandaag mee bezig om zo dat gezelschap te vormen, om straks de hele schepping te gaan bevrijden. En er staat er nog bij in vers 30, ja, dat is, daar zou je echt met gemak een hele samenkomst alleen al aan de ene vers kunnen wijden. Zoals het wordt wel genoemd een gouden ketting. Omdat elke schakel hierin goud is. En daarmee bedoel ik, is goddelijk. Hier zit niets van een mens bij. Hij kende tevoren.
Ik moet er trouwens nog even iets bij zeggen. Zonder dat nu ook weer al te precies toe te lichten. Maar de werkwoordvorm die hier gebruikt wordt is niet die van de vertegenwoordige tijd. Hij heeft bestemd, hij heeft geroepen, hij verheerlijkt. Nee, het staat in een aorist. Dat wil zeggen, het is tijdloos. Het is, of in ieder geval, het geeft aan dat het geeft geen indicatie van wanneer het gebeurt. Dus die hij tevoren kent, die bestemt hij tevoren. En die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Wat is de rol hier van een mens? Voordat ik er was, kende hij mij. Heeft hij mij tevoren, ik maak het maar even persoonlijk. Voordat ik er was, al ver daarvoor, Paulus zegt zelfs, voor de nederwerping der wereld, kende hij mij, heeft hij mij tevoren bestemd. Welk aandeel heb ik daarin dan? Ik was er nog niet eens. Het is niet zo dat ik er voor hem gekozen. Nee, hij koos voor mij. Toen ik er nog lang niet was. Nou, en die hij tevoren kent, die bestemde, en die hij tevoren bestemt, die roept hij ook. En als hij roept, ja, dan zorgt hij ook dat het woord in je hart landt. En dan rechtvaardigt hij je via dat woord ook. Hij rechtvaardigt uiteindelijk de hele schepping. Maar het gaat nu over dat uitgerezen gezelschap van zonen. Dus, hè. En die hij roept, ja, die rechtvaardigt hij ook. Ziet u, er is maar één handelende persoon hier en dat is hij. Dat is hij die tevoren kent, hij die tevoren bestemt, dat hij die roept en hij die rechtvaardigt. En die hij rechtvaardigt, die verheerlijkt hij ook. Trouwens, dit is wel, dit laatste onderdeel zie je echt ook dat dit zoals het in de MBG-vertaling staat, die heeft hij ook verheerlijkt, maar niet. Die verheerlijking is juist nog toekomstig. Dus hier blijkt ook inderdaad dat het een tijdloze werkwoordvorm is. Het gaat er niet om wanneer het gebeurt, het gaat erom dat het gebeurt. Hij kent ons tevoren, hij bestemt ons tevoren, hij roept ons en hij rechtvaardigt en hij verheerlijkt. Ongeacht wanneer, maar het gaat erom, hij doet dat en daar is niets van mens bij. En vandaar ook dat zij, het is een gouden kerk. Al die schakels, dat is puur het werk van God. Geweldig toch? Ja, en Paulus zegt dan nog bij. Eigenlijk begint hier min of meer een nieuw gedeelte. Wat we niet gaan bespreken, maar ik wil hem graag er nog even bij betrekken. Als je deze dingen nu gerealiseerd hebt. Nou, dan krijg je zo'n typische Paulusvraag. Wat zullen wij nou van deze dingen zeggen? Als je dit je realiseert, je hebt dit op je in laten werken. Dan stel je, nou, de eerste vraag die Paulus zo stelt, eigenlijk is die retorisch. Of eigenlijk, zo retorisch is wat. Dat wil zeggen, het antwoord zit al in de vraag besloten. Als God voor ons is. En u ziet het hier, hè? Ja, ik weet niet, ja. Het is eigenlijk de God. Ik hou ervan om dat zo even te benadrukken, omdat we het maar niet zomaar over een God hebben. Er is maar één God en de God, dat is degene die alles beschikt, die alles plaatst, die alles in zijn hand heeft. Als de God nou voor ons is, dan moet u mij eens vertellen wat er überhaupt tegen ons, of tegen mij, ik kan het heel persoonlijk maken, maar gewoon ons als geloven, wie of wat zal er dan tegen ons zijn. En Paulus gaat dan natuurlijk in het vervolg dan bij vragen. Honger, brandnaad, ziekte, noem maar op. Vijandschap, volging. Een hele lijst komt. Natuurlijk, dat lijkt tegen ons. Maar het is niet zo. Want God doet dat namelijk allemaal meewerken ten goede. Dus als God nou voor mij is. Er is niets wat zo'n geweldige power in je leven is en geeft
zoveel kracht geeft, vreugde genereert als de wetenschap. Hij die de hele schepping bedacht heeft en gemaakt heeft en daar een bestemming mee heeft, alles heeft hij in zijn handen. En die God is voor mij. Dat betekent dus dat alles wat er is en waarvan hij zelf de schepper is, moet dus noodzakelijk meewerken in zijn plan. Dat kan niet anders. En daar, kijk, dat weten wij. En als je dat weet, ja, dan ga je danken, ga je hem prijzen. Dan weet je, weet echt niet, ik wou zeggen, je weet bij God niet, zo zeggen we dat dan, hè, wat je moet bidden. Ik weet echt niet. Nee, maar ik weet wel dat hij alles doet meewerken ten goede. En daar kan ik hem elke dag voor danken en hem daarvoor prijzen dat hij zo groot is. Het enige waar ik nog voor kan bidden, laat ik dat dan nog verklappen, is dat ik dat ga beseffen. En dat is wat je Paulus ook al in zijn brieven ook altijd hoort doen en wat hij optekent. En dat we die epignosis, dat die bovenkennis, dat besef gaan krijgen, ons gaan realiseren hoe geweldig rijk we zijn. Het is één ding om het te weten, maar ook om het echt het rendement daar elke dag van te beleven. Ja, daar bid ik voor. Ik weet ook, ik weet dat ik dat kan bidden. Want dat is namelijk ook een gebed naar zijn wil. Dat ik ga beseffen wat ik mag weten. En dat ik dus ga realiseren hoe gigantisch rijk ik ben. En weet je wat het mooie daarvan is? Daarmee wil ik eindigen. Dan heb je ook zoveel weg te geven aan anderen. En te wijzen op zo'n God. Zo'n geweldig, glorieuze toekomst. Zullen we daarbij laten voor vanmorgen? En ja, dit lied is helemaal geënt op Romeinen 8, op dat gedeelte van waar we het zojuist over hadden. En eigenlijk ook het vervolg. Lees het maar daarna. Andreas. Omdat wij door de liefde
van Christus onze redder, meer dan overwinnaar zijn. Want ik ben verzekerd dat nog leven mij ooit scheiden kan. Ja, dat niets en niemand meer mij kan scheiden van mijn Heer. Ik ben verzekerd dat nog leven mij ooit scheiden kan. Ja, dat niets en niemand meer mij kan scheiden van mijn Heer. Ja, daar kan geen verzekering meer op. Zullen we nog onze hemelse Vader danken? Zingen we straks nog één lied. Trouwe God en Vader, we danken u dat we zo op mogen zien naar boven. En dat u door uw woord ons daar ook in die richting wijst. Dat we mensen mogen zijn, letterlijk mensen die omhoog gekeerd kijken. Dat wil zeggen naar boven, naar degene van wie we alles hebben te verwachten. De God. Alles plaatst en beschikt. En Heer, we danken u dat, hoewel we inderdaad volkomen onbeholpen zijn als het gaat om onze besef, ons weten van wat moet zijn, want dat weten we niet, dat we in die omstandigheden, in dat zuchten ook, dat we daar die wetenschap hebben van uw woord, het woord dat pleit. Woord dat spreekt en overtuigt. Werkelijk een grond onder de voeten heeft. We danken u, Vader, dat u ons daarop wijst. En dat we zo in het leven mogen staan. Met een opgeven hoofd. En inderdaad, zuchten mag dan heel reëel zijn. En sommigen onder ons weten dat maar al te goed. En het doet ons alleen maar des te meer uitzien naar die dag. Dat dit lichaam verlost gaat worden. En we weten... Vanuit uw woord ook. Het duurt niet lang meer. De tijd is nabij. Vader, we danken u dat u ons zo'n uitzicht geeft. Dat we een geweldige, stralende toekomst tegemoet gaan. Niet alleen wij als gelovigen, als zonen. Maar ook deze hele schepping uiteindelijk. En zal bevrijd worden van vergankelijkheid en van de ijdelheid. En dat er heerlijkheid wacht. Ongekend zo groot. Dat is de God die we mogen kennen. En Heer, het is puur om niet dat u ons dat geeft en verzekert. Bedankt u, Vader, dat we zo deze dingen mogen denken. En geef maar dat we ook het volle rendement hiervan beleven zullen. Elke dag in pure vreugde en dankbaarheid. En dat we u zo ook de eer mogen geven. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Amen. Een toekomst vol van hoop, dat lied gaan we nog zingen met elkaar. Ondertussen gaat het nog vooraf nog het collectiezakje nog even om ter bestrijding van de onkosten. En André gaat ons mooie dingen laten horen. Dat weet ik nu al. Thank you.
de nacht van zwijgen zorgen. Kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet, u blijft ons met liefde dragen. Alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht, met zoals wij voor ons gebroken, in de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand kan dus u alleen. Leid ons door dit leven heen. U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen. Het einde van de nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen. Leidt ons door dit leven heen. En zo is dat. En wat mij betreft is deze zaak bijna ten einde. Mag ik u nog eventjes wijzen op de boekentafel? Ja, inmiddels is dat een grote verzameling aan het worden. Hè? Er komt haast regelmatig van de week erheen een brochure bij. Er is nu trouwens ook weer, opnieuw, de vorige keer wees ik u op een nieuwe brochure van de Gade Verval. En nu is er weer een nieuwe brochure uitgekomen. Wie is je modder? Wat vindt u niet van die titel? U zegt, dat weet ik al, dus die brochure hoef ik niet. Nou, dat gaat over het onderwijs dat Paulus geeft in de Galatenbrief over Sarah en Hagar. Want ja, je kan wel de zoon van Abraham zijn, maar wie is je moeder? Nou ja, that's the question eigenlijk. Oké, elke Nederlander moet het aanspreken. In ieder geval dat allemaal heel gratis is weg te halen. En ik zou zeggen, deel van de rijkdom mee. En rest mij alleen nog even de samenkomst aankomende donderdag trouwens ook. In Kapelle aan de IJssel aan te kondigen. Over Daniël 2 en 7. En over 2 weken hopen we... Zeg ik goed? Ja. Over 2 weken hopen we hier weer in Benthuizen een bijeenkomst te hebben. En... ook dan bent u uiteraard van harte uitgenodigd. En wat mij betreft, lieve mensen, ik zou zeggen, neem nog een bak koffie. En ook dat is gratis, jazeker. En nog een hele goede zondag. En God zegen alles.